Kijkers van Tease Games en welkom bij een nieuwe serie op Tease Games. En vandaag gaan wij niet Minecraft Survival doen, maar iets veel leukers. We gaan ook geen Skyblock doen, maar dat hadden jullie waarschijnlijk al gezien aan de titel. Wij gaan vandaag beginnen met Tech It 1.5.2. Ja, oh mensen, jullie horen het goed. Ik ga beginnen met een Tech It serie. Hier op Tease Games, ik ga hier ook livestreams van doen, maar ik ga eerst aan jullie vertellen wat nou precies Tech It is. Uh, ik zag laatst een paar dingen op de Dutch terms, die hadden dus Tech It... Uh, er is nou iets mis met hun map, maar dat zag ik dus laatst. En ik vond dat zo geweldig. En die livestreams waren zo verslavend om naar te kijken. Dus ik dacht, ik ga dit nou gewoon ook doen. En daar zitten we dan hier in Tekkit. Maar voordat we gaan beginnen, um, ga ik nog eventjes wat doen. En als je op E drukt, kan je hier als het goed is dus dingen in cheaten. Nou, dat ga ik dus eventjes uh, wegdoen. Dus dan klik ik hier op options en dan uh, zet ik hier cheat mode naar receipt mode. Dus als het goed is, als ik nou bijvoorbeeld... Um, een speciaal blok nodig heb. Even kijken. Dit bijvoorbeeld. Ik weet niet wat het is. Dan hebben we dit is nodig. En dan heb je dat nodig. Dus um, ja, dat is dus heel handig. Dus zo kunnen we altijd zien hoe we alles moeten maken. Maar goed mensen. Ik ben natuurlijk gewoon een Noob and Tack. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik het doe. Ja, de eerste keer toen ik op Teas Games zat zeg maar. Hadden we het ook al gedaan, maar dit is trouwens een rubberboom, dus die ga ik eventjes niet helemaal hakken. Want rubberbomen, dan kan je rubber van krijgen. Daar uh, kan je volgens mij kabels mee maken als ik het goed heb. Ik weet niet zeker, ik ga nog gewoon eventjes een uh, goede Tacket serie op internet kijken. Maar laat gewoon eventjes in de comments achter wat ik als eerste moet gaan doen. Hier een Tacket. Uh, ik denk dat we als eerste gewoon onszelf gaan voorbereiden op een quarry. Een quarry is zeg maar een ding. Ja, ik weet niet precies hoe groot ze zijn. Volgens mij één chunk. Ik kan ook helemaal verkeerd zitten. En die zijn, uh, ja, die, dan heb je dus zeg maar zo'n gebouw. En dat mined in één keer helemaal zo'n zo groot gat tot de bedrock. En dat is super vet. En, ja, uh, yeah, dus uh, hier ook allemaal nieuw. Ik weet niet precies wat het allemaal is. Dus geef gewoon tips en zo in de comments. En dan zal ik ze gaan gebruiken. Want, uh, ja, het is ook gewoon eigenlijk de eerste keer. Nou ja, niet de allereerste keer dat ik het speel. Ik heb het vroeger wel vijf minuutjes gespeeld of zo. Uh, dat was ook nog op Tease Games. Dat was TechEd aflevering 1. Toen had ik nog een oude pc die faalde fucking erg. Maar goed, dat maakt niet uit mensen. Ik ga vandaag als eerste eventjes gewoon een beetje onszelf klaarmaken voor de resources die we nodig hebben. Dan zet ik even de FOV wat hoger. Want ik hou er niet van als de FOV zo laag staat. En uh, ja, zeg ook eventjes als alle sounds en alles goed staan. Uh, normaal lag ik bij Tacket. Maar bij deze Tacket is het al wat minder. Dus daar ben ik heel blij mee persoonlijk. Dus uh, ja, dat is wel super vet. Dat we nou gewoon geen lek hebben. Ik speel nou met 40 fps. Dat is zeker weten genoeg. Uh, want dan dat. Ja, dat. dat is, je ziet bijna geen verschil tussen 100 en 40. Uh, dus tussen 100 en 40. Dus niet 140. Maar daar zie je dus bijna geen verschil tussen, vind ik zelf. Maar goed. Uh, ik hoop dat we gewoon wat kool kunnen vinden. Uh, dat zou wel gewoon het, het mooiste zijn voor deze aflevering. Misschien wat koper, zodat we de volgende afleveringen al met uh, buizen kunnen gaan werken. En ik ga hier ook livestreams van doen, mensen. Dus maak jullie geen zorgen. Ik ga hier ook mooie livestreams van doen. Maar ik zie hier op de minimap uh, zie ik dus in de rechterbovenhoek een hele grote zwarte vlek. Dat is een hele grote olieplek. En met olie, ik weet niet precies wat je met olie kan, maar het is wel bruikbaar, net zoals in de echte wereld. Dus uh, ik moet zeker weten wat die olie daar aan. Hakken vroeger, of uh, ja, dan moet je daar een pond neerzetten, want uh, ja, dat moet niet, maar het zou wel handig zijn. En ik weet niet meer precies wat je daarmee kan, dus laat het gewoon eventjes lekker allemaal in de comments achter. Weet jij nou kei veel van Tekkit af, of? of heb jij een mooie Tekkit-serie waarbij je gewoon, zeg maar, alles mooi doet van het begin tot het uh, eind, zeg maar, met waarbij je gewoon met de simpelste machines begint en dan ga je later naar naar quarries toe en dat soort dingen. Dus uh, ik ben benieuwd. Of jullie ook allemaal lekker gewoon tagged spelen. En dan ga ik eventjes een nieuwe pickaxe maken. Um, volgens mij, uh, ja, ik kan het hier ook op D zetten. Oh nee, dat kan dus niet meer nou bij de uh, uh, receipt-mode. Dat is ook wel weer fijn, want bij de cheat-mode kon je dus gewoon... Uh, <coughs> dan kon je dus gewoon... Ja, hoe heet dat? Dan kon je dus gewoon uh, Time Day doen. Dan zit hier in die, in die bovenhoek zit daar dan uh, een, uh, ja, een zonnetje. En dan kan je dan ook klikken en dan wordt het dag. Dus ja, ik vond het wel handig, maar... Uh, toch niet want het is gewoon 100% legit dat ga ik in ieder geval proberen waarschijnlijk gaat het gewoon 100% legit stel we hebben na ja stel we kunnen echt gewoon iets niet vinden Eén, één kopper of zo en we moeten dat gewoon eventjes vinden voor één kopperbuisje. dan ja dan kan ik gewoon aan jullie vragen of jullie maar dat zal ik dan ook alleen maar in livestreams doen dus dat, dat ik ook niet een aflevering hoef te wachten op antwoord maar goed mensen, ik hoop dat we snel wat resources kunnen vinden. Dus de eerste aflevering wordt zeg maar, gewoon normaal survivalen. En dan hoop ik in de volgende aflevering al uh, kleine dingen te gaan bouwen. En ik zie hier iets heel moois, waar we eigenlijk nog niks aan hebben. Uh, iron natuurlijk. Dus ik ga even kijken, want ja, daar hebben we niet zo heel veel aan. Dan doe ik deze hier in de uh, muur. Even kijken, een stone pickaxe hebben we nou eventjes nodig. Is dus sowieso even sneller op de minen. Dan hebben we gelijk iron, uh, die we nog niet kunnen gebruiken. Volgens mij kan je ook nog allemaal andere soorten pickaxes maken van, uh, van uh, hoe heet die ding ook alweer? Um, uh, ja, ik weet niet, uh, Robijnen, volgens mij kan je ook een Robijnen pickaxe maken. Je hebt ook echt een, <coughs> een donkere, donkerblauwe pickaxe. Dus dat is ook super vet. Ik weet niet precies hoe die heet. Uh, maar dat hoeven jullie niet in de comments achter te laten. Dat boeit me ook niet zo heel veel. Maar laat maar gewoon in de comments achter welke machine wij de volgende episode moeten gaan maken. Dat is gewoon het belangrijkste. Want ik wil elke episode gewoon zeg maar... één achievement behalen van dingen die ik maak. En we hebben hier ook gelijk kool zie ik. Dus... Uh, dat is ook super vet. Dan kunnen we... <coughs> sorry, uh, het is een beetje stemoverslag. Dan kunnen we zo naar boven. En uh, dan, hebben we, ja, dan kunnen we ook een klein huisje opzetten met onze kool die we tot nu toe hebben. Hoeveel hebben we? Ja, 55 het moet een beetje genoeg zijn. Dan kunnen we ook nog wat hout gaan hakken. En dan zit het er alweer op voor deze episode. <coughs> dus het wordt echt gewoon een korte episode. Ik, het uh, spijt me mensen, maar het is gewoon niet anders. En hier zit enorm veel kool, dus ik neem het gewoon lekker allemaal mee. En nog wat iron. Dus... Uh, ik neem het gewoon lekker mee. <coughs> ik heb een beetje een... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Een beetje een verkoude keel of zo. Maar ik ben niet verkouden. Maar gewoon zo'n... Ja, er zit allemaal snot in mijn keel. Om het zomaar netjes te zeggen. Nou, dat is netjes, ja. Ja, dat is netjes. Maar goed, even kijken. Um, en waar is onze gang? Hier is onze gang. Dan sluiten we dit gewoon zo af. Want dan hebben we daar verder ook geen last meer van. Oké, okay, goed. Dan gaan we nou naar boven. Dit licht ik later al op. Volgens mij spelen we op normal. Ja, zeker. we spelen gewoon netjes op normal. Uh, dus dat is zeker weten ook wel handig. En laat even in de comments achter of jullie zin hebben in deze serie. Of ik het überhaupt ook nog door moet laten gaan. Want als jullie het natuurlijk niet leuk vinden. En het wordt alweer bijna nacht, zie ik. Nou, dan gaan we even snel een klein huisje maken nu. Um, maar als jullie zin hebben in deze Tack serie laat het even lekker achter in de comments. Motiveer me natuurlijk ook. Drop ook eventjes een like. En ik denk dat ik bij 100 likes een nieuwe episode online ga pleuren. <laughs> en ik maak een huisje van crème. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar bij 100 likes ga ik gewoon voor altijd door met Tack uh, Of 110 of zo. Ergens in die richting. Want ik zou het wel weer vet vinden om op deze soort series ook gewoon eens wat... Like je stalen. Het motiveert me gewoon mensen om gewoon meer te maken. Dus als je meer wilt, moet je gewoon eventjes liken. Want uh, anders komen ze er niet. Want als ik 10 likes op dit ding heb, ja dan kan je verwachten. Ik ga het niet voor 10 mensen doen. Het spijt me heel erg. Maar ik heb 7000 abonnees. En dan mag ik wel wat meer verwachten. Oh sorry. Waarom deed ik echt zo? Mag ik wel wat meer verwachten. En dan twee seconden stilte. En dan kom ik zo met zo'n bescheiden boer aan. Goed, het wordt gewoon echt een lelijk zuurst dat jullie tot nu toe hebben gezien in heel Tech It. Maar dat maakt even niet uit, weet je. Het gaat gewoon eventjes erom dat we de eerste nacht gewoon onderdak hebben. Want volgens mij gaat het nu ook al niet meer lukken. Um, we hebben stoom nodig van ons eigen huisje. Uh, dan maken we hier onze deur. Zo. Even kijken, we moeten gewoon eventjes snel iets verzinnen. Eventjes snel gewoon een huisje bouwen. Dus dan ga ik gewoon eventjes snel uh, wat uh, dingen maken van hout. Oké, okay, dus dat moeten we even heel snel doen. Want volgens mij duren de dagen in Tekkit korter. Maar naar mijn idee duren ze korter. Of ik begon gewoon al... What the fuck? The fuck is deze G? Waarom duurt dat zo lang? What the fuck? Lol. Bon. Kom on. Ik krijg nou wel een blokje. Wow. Oh, dat is die... Uh, hoe heet die nou? De tree hebben de mod. Oh, dat is volgens mij de boosdoener van Tekken uh, met lijk. Nou goed, ik heb niet veel last van lijk. Dus uh, ik ga geen motstruit halen of dat soort dergelijke. Maar ik ga deze grote boom natuurlijk nou gewoon neerhalen. Omdat dan natuurlijk gewoon hebben heel veel hout. Oh, dit is handig joh. Ja, dan kan, je, <coughs> dan kan je natuurlijk ook gewoon meer richten op de machines. En dat is soort... de holy shit. Ik zag al die shit die daar vanaf kwam joh. Oké, okay, goed. Dan hebben we saplings waar we dan eventjes niks in hebben. Maar ik bedoel, het hout, daar ben ik wel heel blij mee. Dat we nou gewoon bij elkaar sprokkelen. Oké, okay, dat is super vet. Ik vind dat eigenlijk een hele vette mod. <laughs> ik vind hem gewoon echt baas. Oké, okay, dan doen wij dit. Ik hoef geen sticks of zo, want dat zag er een beetje noobish uit. Oké, okay, dat doen we eventjes snel gewoon hier zo iets bovenop bouwen. En dan hoop ik dat we gewoon veilig zitten voor deze nacht. En uh, ja, dat hoop ik gewoon. Dus ik ga eventjes snel gewoon alles maken wat we nodig hebben. Dus dan doen we zo nog een laagje erop, ramen en zo. Dat maakt het later na nog allemaal wel in. Maar dit is gewoon eventjes een huisje voor de eerste nacht. Uh, dus ik hoop dat jullie dat wel snappen. Want dat is niet gelijk mijn eerste villa die ik hier in nou maak. Uh, goed. Dan maken we eventjes snel nou een deur hiervan. Zo, hoppakee. En ik moet zo ook naar school mensen. Want het is nou morgen. Ik, ik heb lekker eerste uur vrij. Uh, want ik heb nog geen vakantie. Jullie lekker allemaal wel. Uh, de helft in ieder geval. Of uh, veel mensen die ik gisteren bij de livestream zag, die hebben nou in ieder geval vakantie. Uh, dus je hoeft niet in de comments achter te laten. Die is een vakantie. Ja, dat kan je wel doen. Moet je zelf weten wat je in de comments achterlaat. Maar het zou, het zou heel erg kut voor mij zijn. ...om dat te horen. Maar goed, dan hebben we nou wat toortjes. Goed, zo, tis, zo. Het gaat lekker eigenlijk. Het gaat heel lekker. Het gaat lekkerder dan ik had gedacht. Zo, hoppakee, mooi huisje. Dan maken we ook nog gelijk... ...even dus ons dakje erin. En dan zijn we wel klaar voor deze episode, denk ik. Want dan hebben we eigenlijk een mooi huisje. We hebben ook een kip, zie ik net... Uh, ...die ons huisje komt bezoeken. En daar ben ik ook heel blij mee, want ja... ...hoe meer bezoek, hoe veiliger... ...ik, hoe veiliger ik mij uh, natuurlijk gewoon voel... Goed, dit is gewoon eventjes gewoon. Nogmaals, dit is gewoon eventjes het huisje voor de eerste nacht. Dit stelt gewoon echt niks voor. Maar uh, ja, dat wordt allemaal gefixt mensen. We gaan allemaal grote dingen bouwen hier in Techit. Goed, uh, dan gaan wij nou... Uh, ik zie nog geen mobs, toch? Dan gaan wij nou die, die kip eventjes afslachten. Ik zag daar achter in mijn ooghoek. Zag ik al mods. Zo, ik heb ook mijn bobbing uitstaan. Uh, dat ziet er eigenlijk wel wat. Vet eruit vind ik zelf. Maar als jullie dat niet vinden moet je het even achterlaten in de comments. Ja, heel veel achterlaten in de comments. Ja, het klopt. Um, maar ja, dan moet je het even gewoon zeggen. En als je nog uh, andere, andere dingen hebben om te zeggen. Ja, laat het gewoon lekker achter. Ik lees gewoon alle comments. Dat doe ik altijd. Dus laat gewoon lekker een commentje achter. En dan uh, ben ik heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En uh, dan gaan we hier naar. Als we gewoon de furnace hebben gemaakt, dan ga ik de episode even afsluiten. Dit is een korte episode mensen. Ik weet het. Maar ik laat gewoon eventjes. Want dan kunnen we zeg maar de volgende episode gaan beginnen. Aan onze eerste machine. Of in ieder geval aan de resources daarvoor. Uh, of ik ga nog eventjes door. Want ik heb toch nog wel wat tijd. En anders zijn we pas tien minuten aan het opnemen of zo. Dat is ook niet echt de bedoeling. Zo, dan doen we dat dit in en dit. Zo, dan plaatsen we die crafting table. Plaatsen we dan dan ook eventjes. Want daar staat nou een beetje in de weg. Zo, oké okay, mensen. Even kijken. Ik zie nog niet veel mobs hier. Maar goed, we blijven gewoon even lekker binnen. Ik ga nou toch eventjes uh, alleen minen. Goed, dan hebben we in ieder geval al wat kip. En uh, waar is de rest van mijn kool? Oh ja, die had ik in mijn toortjes gedaan natuurlijk. Oké, okay, nou goed. Uh, we hebben natuurlijk ook genoeg toortjes. Dus deze kool laat ik daar lekker in zitten. En dan gaan we nou eventjes uh, minen. Ik ga eerst nog eventjes snel mijn uh, iron of iron koken zodat we snel een iron pickaxe kunnen maken. Dus dan maak ik daar alvast sticks voor. Zo, oké. En dan wachten we eventjes op onze iron. We kunnen natuurlijk ook gewoon power furnaces gaan maken. Of in ieder geval electrical furnaces. En dan zet ik deze eventjes helemaal omhoog. Kijk ook hoeveel je kan maken joh, Ik heb er echt super veel zin in. Maar goed. Ik zet hem hier gewoon op. Dit zijn de meest uh, normale random blokken. En hier ender Kan je dat zelfs maken? Nee, kan je niet maken. Oh, wat? Oh ja, oké, okay, dat lijkt een beetje. Nou, enderpolder kan je in ieder geval niet maken. Is ook niet erg, snap ik ook wel. Ik bedoel, of uh, een endpolder. Nee, dus een netherpolder, toch? Nou ja, boeien. Uh, maar ik hoop gewoon dat het... Oh, dit is een portal en dit is een endpolder. Oké, okay. nou dan is het duidelijk voor mij. Goed, dan gaan we eventjes een kleine iron pickaxe maken. En dan laat ik de rest van mijn iron even snel bakken. En dan gaan we nog eventjes door met minen. Want uh, ja, we, ik, ik hoop dat we nog eventjes wat echte... Uh, Tag resources kunnen vinden zoals je op de minimap ziet. We hebben ook al een klein huisje nu. We zijn al een beetje grotendeels beschermd. Uh, voor de buitenwereld. Maar goed, dan gaan we nou eventjes gewoon minen. Het gaat al een stukje sneller zoals jullie zien. En het gaat, super, het gaat super goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik had wel gehoopt om misschien nog wat kopper of dat soort dingen te vinden. Maar goed, het niet alles kan dingen. Kan, uh, dinges, kan uh, gebeuren. Goed. Dan gaan we even kijken, misschien vinden we het nog eventjes snel. Ik ben heel benieuwd. En anders niet. Uh, maar ik ga gewoon nog eventjes uh, drie minuutjes minen en dan uh, ga ik de episode gewoon afsluiten. Want dan uh, moet ik nog eventjes mijn tanden gaan poetsen natuurlijk. Want uh, ja, dat is gewoon zo. En dan gaan we deze kobbel of uh, kool ook gewoon lekker minen. Uh, volgens mij hebben we, heb je bij Electrical Furnace, moet je geen kool meer gebruiken. Het kan ook, kan ook anders zijn, het kan ook gewoon wel zijn. Uh, het maakt me niet uit mensen, ik kom er vanzelf dan wel achter. Hoef je allemaal niet achter te laten in de comments, want dan wordt die comment zo'n een grote boel van. Huh. Dus uh, het belangrijkste is gewoon dat jullie gewoon eventjes een like achterlaten voor deze nieuwe serie op Tees Games. En uh, natuurlijk ook gewoon een uh, comment achterlaten van welke machine wij de volgende episode of aan moeten beginnen in ieder geval. Om wat het slimste is om aan, te <coughs> om aan te beginnen. En ik laat die coal nou eventjes zitten. Want ik wil gewoon eventjes snel koppen vinden. Dat zou ik wel heel vet vinden namelijk. Dus uh, ik hoop dat we eventjes snel wat koppen vinden. Dat zou ik heel vet vinden. Minecraft. Of de tech it, sorry. Uh, we vinden ook wel nog wat iron. Iron is altijd welkom uiteraard. Zo dan. Mine. Wat is dit? Het leek eventjes op diamond. Maar het is geen diamond. Toch? Het is geen diamond, toch? What the fuck is dit, joh? Wat is dit? Even kijken. Tin oor. Oké, okay, dus we hebben tin gevonden. Super vet. Op welke ei zitten we dan? Op ei 18. Oké. Okay. Ik denk dat dit ongeveer vergelijkbaar is met uh, gold ofzo. Nee. Ik, ik weet het niet. Ik heb echt een flauw idee. Uh, dus misschien uh, moeten we tin wel nodig hebben voor de volgende machine. Dus uh, het komt altijd goed uit. Maar mensen, ik ga nog eventjes door tot het diamond niveau. En dan gaan we daarna gewoon stoppen met de episode. En uh, ja, dus uh, laat ook eventjes gewoon allemaal een like achter, mensen. Ik weet het, ik zeg het nou heel vaak: Redstone hebben we niet zoveel nodig. Maar ik neem het gewoon eventjes voor de zekerheid mee. Ik zie er ook gelijk lapis zitten. Ook altijd handig. Uh, want er zijn gewoon veel meer ores in uh, deze Minecraft-versie. Dus uh, ja, je kan ook heel veel oors vinden. Oh shit. Uh, maar ook gewoon een normale Minecraft-oors uiteraard. Zoals Diamond en zo. Dat kunnen ze gewoon niet eruit halen. Of ja, daar heb je misschien mods voor, maar dat lijkt me heel moeilijk. Uh, maar goed. We hebben diamond niveau bereikt. Dit is het diamond niveau. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Laat eventjes een like achter als je het leuk vond. En uh, like, ja, laat ook even een like achter als je meer wilt. Laat in de reacties achter. Wat wij met Tin kunnen doen. En wat wij uh, de volgende episode als eerste machine moeten gaan maken. Of in ieder geval aan moeten beginnen. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze nieuwe serie op Tease Games. En tot de volgende keer. Later. Oh, shit.